Hey, hallo allemaal. Welkom terug bij weer een nieuwe video. Dit is aflevering 10 in de serie waarin ik jullie meeneem tijdens mijn reis door Vietnam op een gehuurde Benelli TRK 502. In de vorige aflevering ben ik begonnen met de reis van Nha Trang naar Quy Nhon. En in deze video gaan we verder met deze rit. Ervaar ik de gastvrijheid van de Vietnamezen, wordt bevestigd dat het hebben van ervaring op de motor een must is als westerling en maak ik kennis met een nieuwe vriend. Mijn naam is Roy en dit is Motorvlog NL. In de vorige video heb ik Nha Trang achter me gelaten en ben ik aan de rit naar Quy Nhon begonnen. Mijn planning was om de hele route langs de kust te rijden, maar in de praktijk bleek dat de weg die Google Maps mij voorschotelde meer landinwaarts lag. Om toch wat meer kust te zien heb ik onderweg de route iets aangepast en ben ik van de CT01 afgegaan en kreeg ik eigenlijk direct mooie uitzichten langs de kust voorgeschoteld. We zijn in de vorige video geëindigd bij een viewpoint dat ik had gezien op Google Maps en waarvan ik dacht dat ik er met de motor kon komen. Helaas bleek dit niet het geval en was het alleen mogelijk om er te voet te komen. Dit zag ik niet zitten in deze hitte en besloot om verder te gaan. Op dit punt pakken we deze video dan ook weer op en vervolg ik mijn weg naar Quy Nhon. Did some off-road again. 10 meters, but yeah. I have to learn to do it. I'm thinking I'm actually gonna learn today. De weg waar ik momenteel overheen rijd is de QL29 en loopt door een stukje niemandsland waarvan ik vermoed dat dit niet langer zo zal blijven. Om me heen zag ik dat er flink gewerkt werd aan de infrastructuur en zo kwam ik ook terecht op dit deel van de weg dat in één keer opgebroken was. Ah, I see tarmac again. Oh.
Ik heb de QL29 verlaten die een stukje terug linksaf ging en ben rechtdoor gegaan. Ik vermoed dat het stuk Niemandsland wat ik zojuist gepasseerd ben er straks hetzelfde uit gaat zien als hier, want links en rechts vind je hier hotels en homestays. Het strand ligt immers hier links net achter de woningen, dus ideaal als je een strandvakantie in Vietnam wil boeken. Google Maps stuurde me hier rechtsaf naar een nieuwe point of interest pal aan het strand die ik zelf had toegevoegd aan de route. Ik had de hoop hier wat leuke tentjes te vinden waar ik even kon rusten en een verkoelend drankje kon krijgen. Niets was minder waar. De betonnen gevaartes die je links en rechts ziet liggen hadden volgens mijn informatie in het water moeten liggen en de golven van de zee moeten breken op de kustlijn. Naast het feit dat deze enorme gevaartes allemaal op het droge lagen, was het nagenoeg windstil en was er ook geen golfslag te zien. Maar wie weet wat dit zandpad nog voor me in petto heeft en ik ben sowieso wel even toe aan een korte pauze. De weg naar het viewpoint was een zandpad wat tussen wat vervallen huizen en het strand in lag. Er heeft ooit wel een asfaltweg gelegen, maar er was weinig meer van over. Dit was niet wat ik me erbij voorgesteld had en de hoop op een klein knus restaurantje vervloog redelijk snel. Nadat ik het viewpoint achter me had gelaten, begon ik met de zoektocht naar verkoeling. De temperatuur was inmiddels ver boven de 40 graden gestegen en ik was naastig op zoek naar schaduw en vocht. Bij stom toeval kwam ik uit bij een ijzerwarenwinkeltje, waar een klein kraampje naast stond waar ik al vaker succes had gehad met het kopen van eten of drinken. Helaas was het niet het geval en het kraampje was dicht. Op het moment dat ik eigenlijk weer op wilde stappen om verder te rijden, kwamen de winkeleigenaar en zijn zoontje aanrijden met een plastic tasje. En in dat plastic tasje, precies, koud drinken. Dus ik sprak ze aan en vroeg hem met behulp van Google vertalen waar ze dat drinken hadden gekocht. Ik vertelde hen dat ik enorm snakte naar een heerlijke koude Nor Cam, oftewel sinaasappelsap. En in plaats van te zeggen hier linksaf bij de derde waterbuff voor rechts, pakte de man zijn telefoon, begon te bellen en na een kort gesprek hing hij op, gaf zijn zoon wat geld en stuurde hem weg. Inmiddels was de vrouw van de man de winkel uitgekomen en bood mij een stoel aan in de schaduw. En na een minuutje of vijf kwam de zoon terug op zijn elektrische scootertje met een tasje in zijn handen met daarin een grote beker ijskoude Nor Cam.
Gedurende mijn reis heb ik een soort haat-liefde verhouding ontwikkeld met dit soort taxibusjes. Had ik al eens verteld dat verkeersregels in Vietnam meer dan vaak optioneel zijn. Deze taxibusjes bevatten alle ingrediënten voor een rampzalige afloop als je niet oplet en anticipeert op wat ze mogelijk zouden kunnen gaan doen. Ze weven door het verkeer heen zonder rekening te houden met wat er achter of naast hen plaatsvindt. Halen links en rechts in met hoge snelheden en meer dan eens had ik het gevoel dat ik of een andere weggebruiker van de weg afgekegeld zou worden. Aan de andere kant hielden ze het tempo er lekker op en als je op voldoende afstand achter bleef hangen, kon je precies zien hoe de weg liep en waar je moest uitwijken voor putten. Come on, tam biet. Bye. Well, that was funny. I stopped at the gas station just to change the battery of the Insta360 the camera, the helmet cam, do a smoke and drink some water, and one of the guys came up to me, come you warm non, yeah, non non means hot, and they set me down, gave me some fruit, a cup of tea. Then I asked if they had any, if they sold any cold water, and they brought me a bottle of water with a glass with ice in it. And oh, come, sit. So when I was ready to depart, I asked him, "How much do I owe you?" No, nothing. They didn't want me to pay for the water. They didn't want me to pay for the fruit. They didn't want me to pay for the tea. That truck almost killed me. I wasn't allowed to pay for it. And as a European guy, I almost feel guilty not paying for the products and not paying for the service they gave you. I said, "You're sure?" No, free. Unbelievable. And besides the owners, I also made another friend at the gas station. He either wanted to be my friend or he wanted to eat me. I'm not sure, but this is my new friend. Dat is mijn vete. Los. Goed zo. It was a little puppy. He tried to eat my shoelaces. Everywhere I go, I seem to be getting canine friends.
apparently dogs love me. So I have to go this way. And cars aren't allowed here. This is fun. Oop. So this is steep. I have to stretch my left for a second. I'm glad I didn't end up in that ditch. Got a crimp. That won't come out. Cars are not allowed here. But I made it down without crashing. Well, almost crashing. Oh, okay. Oh, it's just a little part. Mocht je het tot hier hebben gehaald, dan wil ik je vast bedanken voor het kijken. Geef deze video een like als je ook zo hebt genoten van deze route en laat een berichtje achter in de reacties. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, dan nodig ik je van harte uit om dit te doen door op de rode knop onder deze video te klikken. Alvast tot ziens in de volgende video en tambiet! See you ramp here. Thank you.
Destination Kunam.